Hoe je het ook bent of keert, een kind kost geld. Veel geld. Op internet zijn misschien wel 80.000 lijstjes te vinden over spullen die je nodig hebt voordat je een baby krijgt. Ze pretenderen allemaal dat artikelen nodig zijn wil je baby enigszins overlevingskansen hebben. Ik ben 6 weken verder en ik kan je vertellen wat je echt nodig hebt en wat het ongeveer gaat kosten. Laat de lijstjes maar komen. In huis. In huis heb je nodig een commode, een ladykant met een matras, een box met een boxkleed. Die spullen kan je makkelijk vinden op Marktplaats en dan ben je niet zo gek veel geld kwijt. Een commode kost je ongeveer 60 euro en een box ongeveer 30. Lik je verf eroverheen en je bent klaar. Een babyfoon heb je bijvoorbeeld helemaal niet nodig. Ik weet niet hoe groot je huis is, maar die kleintjes die kunnen aardig schelen. En een luieremmer, je gebruikt er gewoon een vuilnisbak. Verzorging. 20 liter file luiers die je voor 13,95 bij de HEMA kan krijgen. Een aankleedkussen, 10 spuugdoekjes, billendoekjes, een babyveldje en een thermometer. En een thermometer, die is hoogstwaarschijnlijk gratis, want die zit gewoon in je kraampakket. Bij luiers, koop veel en goedkoop, dan ben je misschien in één keer wel 38 euro kwijt, maar voorlopig zit je dan wel goed. Alles goedkoper dan dat, is mooi meegenomen. 20 iedere file luiers lijkt veel, maar die dingen vliegen er doorheen. Kleding. 10 rompers, 5 broekjes, 6 t-shirts of truien, wat sokken, 2 mutsjes en een jasje. Kleding zou ik niet te veel van kopen, want je krijgt een shitload aan cadeautjes. En 9 van de 10 keer is dat kleding. De badkamer. Een babybad en een badkleed staan ook op het lijstje. Voor een babybad kan je gewoon een emmer gebruiken, want een echte vent die heeft nog wel ergens een bouwemmer liggen. En een badkleed, gebruik lekker een handdoek. Slapen. Molton, hoeslaken, gewone laken, kruiken, deken. En die kruiken, die zijn wel essentieel. Zeker als je kind geboren wordt in de winter. Voeding. Boysvoeding. Lekker goedkoop. En s'avonds kan jij lekker doortukken. Vitamine K en D-druppels. Voedings-BH. Ja, gokje. 50 euro. Een elektrisch kolfapparaat zou ik gewoon lekker huren. En vergeet de witte kool niet. AE29. Iets met pijnlijke borsten en stuwing. Onderweg. Voor een beetje goede kinderwagen ben je 300 euro kwijt op Marktplaats. Koop je hem in de winkel spliksplinternieuw, ben je minimaal 1000 euro kwijt. Een autostoeltje, een fopspeen om hem zoet te houden. Een draagzak. Voor een luiertas zou ik gewoon een oude tas uit de kast halen. En een verschoonmatje heb je sowieso niet nodig, want je mag blij zijn als je überhaupt het huis uitkomt voor even een boodschap te doen. En ik zag ergens nog baby zonnebrandcreme staan. Nou, je mag blij zijn als je de zonnestraal je raakt in de eerste 6 weken. Want dat betekent dat je buiten bent. Alle schade bij elkaar opgeteld, kom je op een bedrag van 1108 euro en 63 cent. Wat betekent dat je 9 maanden lang 125 euro opzij mag gaan zetten. Maar dan heb je naar mijn mening wel de basis. Ach ja, liefde valt niet in geld uit te drukken. Maar het doet wel verdomd veel pijn in je portemonnee.